your time both tonight and throughout the week. I know it's not always easy to talk after a loss. You saved six match points out there before finally falling in the seventh one. What's going through your mind as you're doing battle with Garbiñe in such a lengthy battle like that? You know, I try to stay in the match. Of course, she's a very powerful player. So, you know, I tried to get as many balls back as I could. And I mean, I was serving better today, I think, than yesterday throughout the first set. I'm pretty pleased about the level I played. I wasn't really like, she didn't really like, okay, she dominated, but I still could get some balls back to get the point going, to try to, you know, dominate myself sometimes. So, yeah, there's a lot to learn from this match. Certainly. And what makes Garbiñe such a great competitor? I think she, of course, is a very dominant player, very consistent player too. She has a lot of power, and I think that she controls that very well. Also, her mindset is very good. So, yeah, it's a tough opponent. Well, again, thank you very much for your time. Congratulations on another great week, and we'll see you down the line. Thank you. All right. Any other questions in English before I move on? All right, we'll go to Alex Ruskin. Thank you very much, and congratulations on the result today, Elisa, or on the result here this week. For you, in, you know, over your past, I think since the start of 2020 now, you've made the quarterfinals or better at 9 of the 16 events you've played. And I'm curious, when you get to these later stages of these big events, physically, mentally, what have you learned over the past year that you perhaps need to do better or need to continue to do to have success this late in events? Yeah, I mean, I'm very happy to hear that I've come this far in tournaments. But of course, you know, I would like more, that's for sure. But it's good to have consistency. It's good to know your game. You have to know yourself, what you can do, what you can improve. And I think that's what I learned, that I'm able to, you know, make it tough for opponents, and just to, you know, keep going. Also, when you're physically not 100%, just you never know what's going to happen. You just keep going also mentally till the last point. And that's what I also showed today. And I think I have grown in that since a couple of years ago. But of course, it's pushing yourself every day. Yeah. And for you, you look now again in that same time span, I believe you're still the WTA wins leader with 46 wins. When you know, talk about your game and in some of these matches against, you know, Jess yesterday and Garbiñe, I noticed that you were trying to end points a little bit shorter throughout the match, trying to make things easier for yourself. Is that something you've noticed? Is that something you've been trying to work on, is a weapon to perhaps shorten points and make things easier for you over the course of matches? Yeah, of course. I wasn't able to practice fully before this event, so I really wanted to have some hours on the court, which I kind of did this week. So, you know, I'm happy to get the wins. I'm happy to get the hours in, but also like yesterday too, to get some easier points, to get yourself going into the court is, of course, a bit easier sometimes after like a long set. So I tried that yesterday. I tried that today too. Court is a bit slower, so it's kind of like, you know, the other opponents getting the balls back, but overall I'm pleased about my performance, and you know, I'm gonna look back at the match and see what I can improve. Mm-hmm. Well, again, thank you for your time this week, and good luck as we move through the season. Thank you. All right, we will do one more English question. We'll go back to Michael, and then we will move on. Thank you. Elisa, I just wanted to check with you. Is your next tournament Miami, or will you try and slip in another tournament next week, either in Monterey or St. Petersburg? Normally, I'm in St. Petersburg, so I'll try to play that one too. So you're, because I saw you were on the entry list, I wasn't
Sure. I'm on the answer list. Yeah. The first four players get normally a bye, so I got a little bit more time. But we'll see. This is actually just my third tournament of the year, so right. It's kind of like, yeah, I want to play. Okay, great. Well, again, thank you very much for your time. Always nice to chat with you. Good luck. Thank you. Thank you. All right, we will move on to Flemish, and we will start with Serge. Ja, Elise, goedenavond. Ja, je hebt gevochten als een leeuwin, zou ik zeggen. Je hebt bijna weer kunnen omdraaien, zoals gisteren tegen Pegula. Maar ja, uiteindelijk heb je het onderspit moeten delven. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd na toch 6 matchballen gered te hebben en bijna die tweede set gewonnen te hebben? Goh, ik denk dat het wel redelijk close was natuurlijk. Het is iemand die heel dominant speelt en op de belangrijke punten toch nog dat iets meer kan geven. Dus dat is ook wel iets waar ik vanuit kan leren. De vechtlust was er zeker. Ik ben proberen in die match te blijven. Nu vandaag is het niet gelukt. Gisteren was het wel gelukt. Ja, soms gaat het niet. Dat is tennis ook. Er valt wel veel te leren uit deze match. Ja, en wat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt? Want je redt die 4 matchballen, dus 5-3, 5-4. Je mag dan serveren voor setwinst dan 6-5. En toch, ja, daar kan jij het niet afmaken en je verliest uiteindelijk in de tiebreak. Wat maakt dan het verschil op dat moment? Goh, op dat moment? Ik denk, zij is een heel dominante speelster. En op belangrijke momenten kan ze die bal juist op de lijn spelen of kan ze die binnenspelen. Dus dat heeft misschien wel het verschil gemaakt. Langs de andere kant heb ik daar nog moeilijk kunnen maken. Dus dat is ook mijn verdienst, als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. Maar ja, mentaal gezien denk ik zeker niet dat ik onder moest doen of zo, tennisgewijs. Ja, ik heb het al proberen moeilijk te maken, veel rallies te laten spelen. Want het is iemand die, gelijk gisteren als Sabalenka er tegen speelt, ze heeft soms graag hard. Mm-hmm. Dus ja, een beetje slice en variatie heb ik geprobeerd. Wat neem je mee uit deze week, dit toernooi? Goh, ik denk, eerste match was zeker ook wel een heel moeilijke match. Dat was er even terug in komen. Maar fysiek was ik niet 100% in orde misschien, maar heb ik wel alles gegeven dat er was. En ik denk dat ik mentaal redelijk trots mag zijn op hetgene wat ik mentaal gewijs aan heb laten zien. Voor de rest is het een half finale van een WTA 1000. Dus dat is zeker niet slecht, maar natuurlijk ben ik nooit tevreden. Dus ja, ik ga zeker wel de match herbekijken, want het is denk ik toch wel iemand die op dit moment een van de betere spelers is. Ja, jij bent ook een van de betere spelers, Elise, momenteel. Ik heb het even nagekeken. Een balans van 11 wedstrijden gewonnen, denk ik. En dit is je tweede nederlaag vandaag. Je staat momenteel vierde op de race, dus klassement van het jaar. Is dan de Masters op het einde van het jaar? Het is nog vroeg in het seizoen, maar is dat een doel voor Elise Mertens? Je hebt er al mogen deelnemen in het dubbel, maar ja, wie weet. Ja, ik heb al is nu 2 keer Zuhai gespeeld, denk ik. Dan nu 2 keer? Ja, ik denk het wel. 2 keer Zuhai gespeeld en dan heb ik wel al 2 keer in de dubbel ook naar de Masters mogen gaan. Dus heb ik al wel het gevoel kunnen meepikken. Maar ik heb er 1 jaar heel dichtbij gezeten toen met die halve finale. En dat is weer in open. Maar ja, ik denk dat voor iedere speelster wel een doel is. Maar langs de andere kant mogen we daar niet op focussen, want het is nog zo ver weg. En ik probeer gewoon mezelf te verbeteren. Aan het doen wat ik nu aan het doen ben. Er zijn nog 3 Grand Slams. Er is maar jij weer nog zoveel te spelen. All right, next we'll go to Carol. Bonjour, Elise. Bonjour. Elle est ancienne numéro 1 mondiale, elle a gagné 2 grands chelems dans sa carrière. Est-ce que tu sors de ce match en te disant encore une fois que tu te rapproches de ce niveau-là quand même? Oui, c'était un match, c'était très proche, c'était vraiment un battre. Donc, je suis heureuse avec mon niveau. Quand même, elle joue très dominante, donc c'était pas facile de... Oui, de faire des coups gagnants contre elle, mais j'ai
Ouais, j'ai donné tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai sauvé pas des matchs, donc mentalement, je suis fière de cette semaine. Au niveau de ton service, est-ce que c'est ton problème d'épaule qui fait que c'est difficile? Est-ce que ça t'inquiète pour les semaines à venir? Bah, aujourd'hui, c'était mieux. Les quatre jours passés, comment tu dis ça passé, j'avais un peu de mal, mais aujourd'hui c'était beaucoup mieux, donc je suis heureuse avec ça et maintenant ça va aller. All right, next we'll go to Philip. Hi Elisa. Ik wou weten, de drie toernooien die je dit jaar hebt gespeeld, ben je altijd redelijk ver meegedraaid. Heb je nu zo het gevoel dat je richting die top 10 evolueert? Is dat de manier om alle toernooien sterk te presteren? Goh, ja, ik denk dat ik er misschien wel dichterbij zit. Ja, ik heb vorig jaar in 2020 dan wel een keer tegen Canning gewonnen, maar voor de rest toch tegen een paar verloren. Ik had niet het gevoel dat ze mij echt weg speelden vandaag. Dus dat is eigenlijk wel positief. Het was misschien een iets tragere baan. Maar ja, het is een speelster die, ja, je hebt ook al resultaten bekeken, die kan heel makkelijk wedstrijden winnen. Hè. Die kan gewoon iemand wegslaan. En dan had ik het gevoel dat ze dat vandaag minder kon. Dus ja, het is zelf nog altijd die dominante speelster proberen te zijn. Het gaat al wel beter. Natuurlijk een plan A hebben, een plan B hebben. Ja, hard spelen. Hoe harder ik speel, hoe harder ze terugkomen natuurlijk. Maar ook variatie is toch wel iets gelijk. En Bart, die doet dat heel goed. Dus ja, een beetje van alles is toch wel een doel. En fysiek is alles in orde? Allee, blijkbaar wel, want je denkt er nog aan om naar Sint-Petersburg te gaan, toch? Ja, ik had eigenlijk vandaag geen last. De vorige dagen, zoals ik al had gezegd, wel een beetje. Ik denk dat voor de schouder, ja, voor de borstspier ook wel een beetje terug inkomen was om altijd die rare klappen te geven. Ik zou zeggen, mijn opslag is niet helemaal gelijk ik het wou deze week. Misschien ja, mentaal toch nog een beetje voorzichtig proberen te zijn, onbewust. Maar ik ben wel blij met het niveau dat ik gespeeld heb. Zeker omdat het niet echt up en down was, maar meer in één lijn. Ja. Maar het is wel geen gemakkelijke opgave, want ja, je gaat nu weer naar indoor en dan daarna Miami, terug outdoor. En dan ja, alle coronamaatregelen en zo die er ook nog bij komen. Dat is toch wel een flinke opgave. Goh, ja, ik heb nog maar drie toernooien gespeeld dit jaar. Ik zou het eigenlijk niet zeggen, want ja, er zijn er nogal een paar geweest. Maar ik wist niet of ik ver ging komen in dit. Want ja, zoals ik gezegd had, wil ik van vrijdag beginnen te tennissen. Dus ja, wie wist, lag ik er misschien eerst de ronde uit. En dan was ik heel blij om naar Sint-Petersburg te gaan. Nu nog altijd, hoor. Maar het is misschien, ja, het is geen makkelijke beslissing of opgave. Maar het is wel iets wat je mentaal ook wel sterker maakt om die switch te kunnen maken. We zullen zien hoe het gaat. Het kan meevallen, het kan tegenvallen, maar ik ga alles geven wat ik heb. Oké. Okay. Dan wens ik u veel succes. Dank u. En bedankt. All right. Thanks, everybody. Thanks, Elise. Thank you.